Je bent wel slim, maar dat is toch een serieuze studie, denk ik. Ik heb lang gestudeerd, maar ik weet niet of je daar per se heel slim voor moet zijn. Het is iets anders dan wat natuurlijk de kennis is. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ja. Hoe lang heb je dan gestudeerd? 7 jaar. 7 jaar. Amai. Ja. Lang, 7 jaar? Ja, dat is lang. Ja. Maar je begint, dat is niet meteen seksuoloog. Je glijdt langzaam in de studie, zeg maar, van seksuoloog. Nee, maar van seksuoloog. Ben je blij dat je met Mark-Marie zit? Ja. Ja? Ja. Wel, ik heb best tijd hem niet gezien. Nee, ja. Allee, ja. Er is niet veel veranderd, maar er is wel wat veranderd. Ja. Wat is er veranderd? Ze heeft hier... Hier wilde jij iets van mij, lieve. Een ring in haar tanden. Nee, niet in mijn tanden. In dat dingetje. Daarvoor? Dat lelletje, ja. Ja. Ik zal eerlijk zeggen, ik zag haar boven. Toen lacht je zo'n beetje zo half. En toen dacht ik, oeh, ze heeft parodontitis, dacht ik. Het gaat niet goed. Ze heeft ontstoken tandvlees, dacht ik. Dus ik durfde niet te zeggen van, goh... Want je zegt niet tegen iemand, goh, heb je ontstoken tandvlees? Dat zeg je niet zo makkelijk. Maar toen later bleek dat het juist voor de schoonheid was. Kom, niet zo, dat is allemaal zo speciaal, niet zo, hè? Nou ja, je vraagt er ook een beetje om, hè? Het is niet van, oh, ik heb iets op mijn tanden, maar niet naar vragen. Nee, en dus ik denk altijd, als je dan een kroket eet, dan gaat er allemaal tussenin zitten. Maar zij zegt dat ze zo niet eet, zegt ze. Nee, ik steek mijn eten tussen deze twee. Waarom denk je dat wij hier altijd puree serveren? Omdat een Erik niet goed kan kauwen. Zeer mooie jurk, Karen. Dank u. Zeer mooie kleur. Ja. Dank je wel. Karen, jij hebt het druk, want je bent binnenkort te zien in Familie, hè? Ja. Op VTM. Ja. Ja. Heb je een grote rol? Ja, een vaste toch, ja. En wat speel je dan? Ik speel Vanessa, een verpleegster in de oom, bij de oudjes. Oh. Keiplezant. Ah, oké. Maar met tekst en zo? Of meer rijden? Meer rijden van, och, met dit jongen rijdt in het jaarhuis. Ik zeg in een figurante, hè? Ja. Om erin te komen. Maar bijvoorbeeld, heb je al iets opgenomen? Nee, bijna. Heb je tekst geleerd al? Nee, het zoveel is nu ook niet. En dat zijn dialoogjes en je leest dat dan voordat je begint en dan doe je dat. Hè. Nee, maar dat is hartstikke belangrijk dat je tekst kent, toch? Voordat je op gaat nemen. Absoluut. Ja, ja. Als dat zo eerder monologen zijn, maar niet als je ja en nee moet antwoorden. Oh, alleen, het is alleen ja en nee en rondrijden. Oh, ja en nee en rondrijden. Zit hij op de grote zaken of is het ook vaak een poesjes kwijt? Of is het... Zijn het grote belangrijke zaken of dat je denkt, nou... Maar ik weet wel dat er grote zaken zijn geweest. Oh ja? Vroeger alleszins. Die opgelost zijn ook? Of was hij er niet... Nee, of had je er niet achter gekomen? Ja, denk het wel. Hij heeft een keer in de krant gestaan, dacht ik. Een oplossing of zoiets. Ah, oké. Maar ja, mag je niks over zeggen. Nee, mag er niks over zeggen. Het is beroepsgeheim. We weten al veel, eigenlijk. Ja. Hij is één keer ergens achtergekomen, dus hartstikke goed al. Stond ook meteen in de krant. Ja. Tweede in Sanremo. Ja, hoe is het eigenlijk gegaan in Milan Sanremo? Had je kunnen winnen? Nee. Het was in een sprint met een klein groepje. Het scheelde niet zo heel veel, maar ja, toch genoeg. En wie won er dan? Alaphilippe. 10 seconden. Echt waar? Ja. Op hoeveel verschil? Een meter of zo. No. Oh, maar dan hadden we toch op het laatst wel even iets harder. Dat je denkt, even dan rust ik straks wel uit. Even een meter nog door. Nee? Dat had me nu niemand gezegd vooraf. Wat ik dat is voor volgende keer goed om te onthouden. Ja. Ja. Jij wordt gekoerst. Wat denkt er zelf, Erik? Heb jij ooit iets met een vrouw gehad? Kan je zo van een vrouw genieten op een zo'n gebied? Nee. Nee? Nooit? Nee, ja. Je twijfelde wel even voor je nee zei. Ja, ik bedoel, ik heb waarschijnlijk in mijn wilde jaren wel eens voor zo lekker aanstootgevend te doen van kijk eens wat ik durf met een vrouw kussen. Ho, dat je niet meer weet? Jawel, alleen jawel, maar ik bedoel, nooit gemeend, nooit met gevoelens. Nooit gemeend? Ah, ja. Altijd voor zo... Er zit nou iemand voor de tv te huilen. Nooit gemeend. Mark-Marie, ben je blij naast Gert te zitten? Ik vind het wel leuk, want wij kennen elkaar al
Van hier, inderdaad. Hier hebben we elkaar leren kennen, ja. Je hebt toen Mark-Marie weggespeeld. Ja, dat is juist. Echt waar? Ja, de finale, ja, klopt. Hebben jullie deze zomer ook nog iets meegemaakt, hoorde ik? Toen kwam ik bij hem en toen in de pannen of zo. Ja. Heeft hij allemaal illegaal de duinen gebouwd. En toen gingen wij vanuit daar gingen we naar Plopsaland. Ja. Want daar kende hij mensen. Dus toen gingen we op een scooter, ik achterop. Gingen we door dingen, toen kwamen we ergens langs een bosje en stond de man te masturberen, weet je dat nog? Stond iemand zo... En, nee. En blijkbaar altijd, want hij... Hey, en Lauren vindt kussen heel belangrijk. Vind jij dat ook heel belangrijk, Karen? Ja. Ja? Ja. Is Anthony een goede kusser? Als hem thuis is. Als hem thuis is. Ik hoor vaak dat hij ook goed kust als hij niet thuis is. Daar was ik bang voor dat. Ja. Nee. Heb je wel eens met slechte kussers te maken gekregen? Ja. En wie het gedeelte van de speeksel op zich neemt, vind ik altijd moeilijk. Nee, maar je hebt altijd mensen die doen alles in jouw mond. En je houdt het bij. Ik wil best een gedeelte opruimen, maar zelf ook een gedeelte houden. Had jij het verwacht van Filip dat hij zo sterk zou zijn? Nou ja, ja. Hij is natuurlijk niet achterlijk. Nee, toch? Ja, dat vind ik. Ja, nee, maar... Dat is een compliment. Dank je. Ja, ja, maar... Ja. Ik wou het ook net zeggen. Allee, hoeveel keer ga je dat nog Serieus? Ben je heel succesvol de wielrenner? Pff, gemiddeld. Gemiddeld? Niet speciaal, nee, eigenlijk gewoon. Niet speciaal? Ja, Oliver. Deftig, ja. Hij is pas in Japan geweest. Ja, Japan geweest, maar dan moeten we winnen. Ja, ik kan ook wel naar Japan. Maar... ja, Japan geweest. Nu in Nederland, hoorde ik terjuist, is het vanaf binnenkort 100 km per uur overal. Ja. Top. Zoals in Los Angeles, hè. 90, geloof ik. Ben je wel eens in Los Angeles geweest? Ja. Hij begint weer op te scheppen. Gert, jij een hond? Ja. Ja, dat is bijna afgelopen. Hè. Ik neem kort afscheid van Samson. Hè. Maar ga je het niet missen? Ja, als je naar de boot kijkt, zit ondertussen niemand anders mee sprake. Ja. Nee, maar hij gaat door, hè? Waarschijnlijk iemand anders. Nee, toch? Ja, Samson krijgt een nieuw baasje. Ja. Ja. Zijn er nog tickets te koop voor de Samson en Gert show? Oneindig veel. Echt waar? Wij gaan door zolang er mensen willen komen kijken. Oeh. Ja. Kom je kijken? Ja, maar het klinkt bijna alsof ik dan de schuld ben dat hij doorgaat. Snap je? Mark-Marie, jij ervaring met leeftijdsverschil? Nee, ja, mijn man is 6 jaar jonger, maar dat vind ik niet echt. Nee, vind ik echt. En jij? Ben je... Ja, maar ja, daar kan ik niet zo over zeggen. Maar, Kan je niet zo... Oh. Ze is nog geen 16. Goeie zo... vroeg, trouwens. Ja, de human centipede. Ja, okay. Ja. Google het eens. Ja, ik weet het niet. Ik ken de film. Ja, de human centipede. Maar ja, goed. Maar het is een horrorfilm. Het is een horrorfilm. Het gaat heel ver. Was het geen Nederlandse regio? Was het verste dan? Ja, het gaat heel ver. Nee, was het verste? Vijf personen vers. Ja. Ongeveer, ja. Het is heel grof. Maar... Ja. Inderdaad. Maar goed. Hij snapt het niet. Zij snapt het niet. Nee. Maar ik zeg dat niet. Hoezo vijf... Dat is een chirurg, die 5 mensen kidnapt. En de eerste is in er 3 en de tweede is in er 5, denk ik, volgens mij. En die naait de mond vast aan de anus van de volgende. Oh? Ja, maar als gevolg dat... Wat een goed idee! En dan zo helemaal aan elkaar. Ja. En dan de eerste krijgt iets te eten. Ja. En dan komt het zo helemaal met die vijfde. Echt waar? Ja, goed met cijfers, Jelle? Ik denk toch behoorlijk, hè. Gemiddeld. Ja. Gert, jij goed in cijfers? Ja, denk ik. Alleen grote getallen, nee. Ja. Ja, ik ben goed in cijfers, maar jouw boekhouder was er toch een keer mee apart. Ja. Maar ja. Ja, nee. Wat? Wat? Je zegt het zelf, dat ging over 5 miljoen. Wie ligt daar nu van wakker? Je boekhouder was met 5 miljoen vertrokken? Ja, die was met 5 miljoen vertrokken. Wrijven er nog wat in, zeg. Precies, ja. Precies 5 miljoen ook? Ja, bij benadering. Oh, bij benadering. Ja, maar waar is hij nou? Daar gaan we het niet over hebben vanavond. Laat het ons gezellig houden. Die was weg, wist je dat niet? Ja, maar waar is hij nou? Bedoel, dan weten we niet waar hij is. Jawel, ja. Hij is opgepakt. Hallo, het is een heel pijnlijk onderwerp, dat begrijp je toch?
Dank ja, maar goed, laten we er een beetje plezier op maken. Ben jij wel eens in Centerparks geweest? Ja, ik ben één keer geweest. Mijn zus zat daar met haar gezin, zeg maar. Maar wij moesten betalen om het park op te komen. Dat is waar. Met de auto? Nee, niks met de auto. We hadden de auto buiten gezet en toen kwamen we bij de balie. En toen zei ik, ik zoek het huisje van Huibrechts. En toen ging die mevrouw gaan kijken en zegt, ja, er zit een huisje 217 of zoiets. Ja. En toen liep ik naartoe en zei ze, oh, wacht eventjes. Dat is dan 2,50 per persoon. Zegt 2,50 per persoon. Zeg, we komen niet zwemmen of zo. Zegt ze, nee, dat zou het duurder zijn. En toen, nou ja. En zeg maar, we komen hier eten. Toen zegt ze, nou, als u straks terugkomt met de bon van het eten, dan krijgt u 2,50 per persoon terug. Ja. Dus wij gingen eten. En was ik de bon nog vergeten, ik helemaal terug voor die bon. Ik gunde ze gewoon, die 2,50 is helemaal niet erg, maar ik gunde ze het gewoon niet. Dus ik denk, in ieder geval het geld terugvragen. Dus ik had voor 3 mensen 7,50. En ik kom bij die kassa, diezelfde vrouw die zegt, oeh, 10 uur is de kassa dicht. Dus zo'n leuke centerpaar. Ja. Jullie leukste woord vind ik oei. 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 Ja. Want oei, dat gebruiken jullie als er iemand op je tenen staat, maar ook als je oma is overleden. Dus het is heel breed. Nee, maar jullie. Gert, terwijl ik me soms afvraag, moet toch heel veel kindjes selfies aan jou komen vragen? Ja. Dat zijn dan kindjes en jij bent heel groot. Is dat niet raar? Al in de ja, dan buk ik, Erik, ja. Ja, maar ja, dat is toch slecht voor uw rug? Die komen tot hier, hè. Dat staan ze op de foto met een echte lul, hè. Ja. Ja. Nee, hou jij eigenlijk van kinderen, Gert? Oh. Ja, nee, ik, ja, absoluut. Je bent een kindervriend altijd, overal waar je kinderen ziet. Ja, maar wat is een kindervriend? Want dat ga ik uitleggen. Over waar kinderen zijn, daar loop je naartoe. Nee, maar dat noemen ze bij ons de pedofiel eigenlijk. Dus nou, dat was wel. Ik was dus in Plopsaland en toen had ik dus die show van hem gezien. En nee hoor, nee, dat is een superleuk, was hartstikke leuke show. Maar dat show. Was die dag ook van die masturbant, hè? Ja, dat was die, dus dat had ik al net allemaal meegemaakt. Dus ik had net mijn kleren schoon en toen had ik dus die show gezien van hem. En toen zei hij, om 4 uur is ze nog. En ik zeg, ja, maar goed, deze heb ik al een keer gezien. Om nou nog een keer te gaan kijken. Dus toen zeiden ze, wel anders loop lekker even het park in. Ik denk, ja, alles beter dan dat. Dus ik loop het park in, maar een man alleen in Plopsaland. Je zag al die gezinnen echt. Kom maar even. Karen? Ik kon ook niet winkelen met een Anthony. Nee? Niet. Dat is een bras vanaf dat we op de oprit staan. Mark-Marie? Nou, wij, Tilburg heeft de grootste kermis van de Benelux. Is dat zo? Dat is zeker zo. En ja, dat zou ik het niet zeggen. Maar ik ben een keer naar de waarzegger geweest. Toen ik jong was, zeg maar, was ik een jaar of 16. Maar toen leek ik, was ook echt heel erg op een meisje. Ik had lang wit haar zo. En er was een waarzegster. Dus ik ging naar die waarzegster toe. Echt serieus gebeurd. Ja. En ik geef zo mijn hand, zegt ze, je zult 3 kinderen baren, zei ze. Nou, dat was geen goede waarzegster. Het waren er maar 2 uiteindelijk. Ik hoorde iemand die was lesbisch gevallen. Hoezo? Ja, dat was echt, nou ja, echt waar. Dat is echt serieus gebeurd. Die was getrouwd, die had niet eens 1%, zeg maar, dat je denkt, goh, ik vind een vrouw wel leuk of zo. Die vond een vrouw prima, maar ik bedoel niet seksueel of zo. En s'avonds liggen ze in bed, s'nachts liggen ze in bed. En hij wordt wakker en hij denkt, goh, waar is zij? Hij komt in de badkamer en zij ligt op de vloer van de badcel, met de hoofd is ze flauwgevallen, is ze tegen de rand van het bad. Ze staat op, vanaf dan bent ze lesbisch. Oh. Worden dat daarna weer gehoord? Echt waar? Iemand die je kent. En die is lesbisch gevallen. Oh. Dus let op in de badkamer. Want voor je het weet moet je heel leven veranderen. Ja, ik ben vroeger in de badkamer heel vaak omdat ik lage bloeddruk had. En als ik naar het toilet ging, dan viel ik heel vaak in de douche of op de grond. En val je op vrouwen? Margriet, ik ben zo blij met uw lach. Oh, ja. Nee, maar ja, zij lacht toch ongelooflijk leuk. En dan gaat het niet over mijn lach, waar ik me toch... Ja, ik schaam me toch een klein beetje voor mijn lach. Jij schaamt je voor jouw lach? Ja, als ik mezelf op televisie zie, ik zie mijn lach. Ja, ik is soms maar alleen voor de lach?
Wat is bij jou stress op het werk eigenlijk? De hoge werkdruk ook. Serieus? Ja, ja, maar ik vind dat wel fijn ook om te hebben. Ik ben wel iemand die veel hooi op zijn vork wil nemen. Dan kan ik echt wel presteren, maar het nadeel daarvan is dat ik dan te laat op mijn rem ga staan. Ah, okay. Ja. Zie je één op één mensen of koppels? Één op één of koppels. Oh, ja, beide. Of gezinsleden die erbij komen, kan ook. Gezinsleden die erbij komen? Ja, bijvoorbeeld kinderen, broers, zussen, ouders, kan ook. Ja. Ik weet niet hoe het in België werkt, maar wij hebben niet veel seks met heel de familie. Nee, maar goed, wat anders, als jullie het leuk vinden, prima. Nee, ik ben ook psychologe. Je bent een psycholoog? Ik ben psycholoog en seksoloog. Ik dacht je alleen maar seksoloog nee, was. Nee, nee. Oh, okay. Hebben jullie nog andere jobs gehad zo voor je? Ja, ik heb telefonische verkoop gedaan. Ik heb mijn afwasapparaat gestaan en ik heb. Hoe ben je afwasapparaat? Nou, in de horeca, zo'n snel. Ah ja, oké. Okay, yeah. Zo'n carousel. Ja. Een carousel, een afwascarousel. Ja. Ken je het? Nee, ik ken dat niet. Oh, het is een carousel. Ja. En dan doe je aan de ene kant. Eén kant zet je dan alles erin, ja, maar dan draait het rond en dan moet je heel snel naar de andere kant er weer uithalen en poleren, zeg maar, afdrogen. En dan moet je alweer heel snel nieuwe erin zetten. Ja? Het is een nachtmerrie, het blijft doorgaan. Het stopt nooit. Oh, het stopt nooit. Ja. Dat is verschrikkelijk. Daar word ik s'nachts nog wel eens van wakker. Ja. Dat ging maar door. Maar het lijkt me gevaarlijk ook. Gevaarlijk? Het ging heel hard. Ja. Nee, het ging niet. Ik kwam niet als een gek langs. Maar je moest dan wel. Maar ja, het is wel dat je messen en zo moet je uithalen. Dat is gevaarlijk. En dan moest je het poleren. En ondertussen moest je in het restaurant de vuile spullen gaan halen. En ik werd de eerste avond werd ik ontslagen. Want ja, nee, want ze hadden heel hard iemand nodig. Maar zo hard hadden ze niet iemand nodig. Want zeiden ze van, we hebben nog nooit iemand hier in dienst gehad die zo langzaam werkte als jij. Terwijl ik heel hard gewerkt had. Oh, karma. Ja. Mijn osteopaten zegt dat mijn organen uitzonderlijk goed met elkaar communiceren. Ja? Dus als ik niet te veel rook, dan drijft mijn lichaam, dan drijft mijn longen die nicotine wel af. Nou ja, die osteopaat, die moeten ze ophangen. Ja, ik ga wel elk jaar naar vuurwerk halen met nieuwjaar. Ja, maar je bent toch voorzichtig? Als er kindjes bij zijn en zo, dan ben ik wel voorzichtig. Maar als er niet is, dan durf ik die pijl zo in mijn handen houden. En dat die dan Maar ja, als er kindjes bij zijn, dan schiet ook uw hand eraf. Het is niet van als er kindjes bij zijn dat er niks bij jouw hand gebeurt. Je moet altijd opletten, Bart. Je luistert naar de papa. Ja. Absoluut gelijk. Ja, nee. Zeker. Ja. Lauren, favoriet dier? Dolfijn. Dolfijn? Ja. Ah ja, ik ook. Ja. Ja? We hebben het hier al een keer over gehad, dat dolfijnen eigenlijk hele nare beesten zijn. Ja, ik weet, ja. Ze verkrachten mensen. Ze verkrachten mensen, ja. Verkrachten mensen, Lauren? Ja. Dat is jouw favoriete dier? Oh, wat Waaral jij dat nu? Nee, dat is echt. Hoe doe je dat? En hoe, dan? Ja. Wat? Ja. Nou ja, ze staan in een steegje te wachten. Bij de pannen. En dan ineens. Nee, maar als je op het internet gaat en je doet dolfijnen verkrachten, dan komen de filmpjes vanzelf. Kunnen een hele avond kwijt zijn. Jij weet zoveel. Als het maar met beesten is. Ja, okay. Maar jij bent dus een dierenfan. Ja, een beetje afgezwakt nu wel. Want ja, ik vind je moet heel goed zijn. En ik wil goed weten wat je doet als je een dier in huis neemt. Want dat heb je voor jaren, hè? Ja, ja, daar kan ik niks aan doen. Ja, maar nee, mijn liefde is een klein beetje verminderd. Maar met een dier had je spijt van bijvoorbeeld dat je een huis hebt gehad? Wat heb je in huis gehad dat je denkt, nou, dat had ik achteraf had ik dat niet moeten doen? Een paard. Een paard? Ja, ja in huis. In huis. In de gang, in de gang. Nee, maar ik heb... Een paard in de gang. Maar een paard. Maar ik heb ooit een paard gekregen van iemand die dacht van mij daar een plezier mee te doen, maar dat was... Maar wie geeft nou iemand een paard? Ja, dat vind ik ook. En hoe heet het paard? Rapas. Rapas? Dat was een Frans ras. Ja. Oh, een onmogelijk beest. Oké. Okay. Ik weet niet waarom, Erik, maar die doet mij aan die mannetjes van de Muppet Show. Maar ik heb nu een boek gekregen, even reclame maken, nu echt wel van Nele Kolle. Ja. En die heet JOMO. Dat is van FOMO, Fear of Missing Out. Ja. JOMO, The Joy of Missing Out. Ja. Top. Top. Ik ben aan het beginnen lezen. Ik dacht, dat gaat over mij. Dat is gewoon, ik heb het licht gezien. Heel uw leven veranderd door dat te lezen. Ja. Gefeliciteerd ermee. Dank je. Maar... dat moet je.
kunnen, maar je moet niet te veel drinken, want, je moet ook, want anders moet je ook heel veel plassen. Okay, ja. Dan doe je dat, hè? Al rijdend, hè? Echt? Oeh. Ja. Rijdende zo, maar dat komt natuurlijk dan in de spaak en dan gaat het zo niet. Ja, dat lijkt me ook zo vervelend dat je daarnaast rijdt. Ik denk... Wat voor bazen zouden jullie zijn? Ik denk dat ik niet. Nee, ik denk dat ik veel te voorzichtig zou zijn. Oh. Ja. Baas moet kunnen delegeren, opdrachten geven. Hè. Nee. Zo van, ja, als je even tijd hebt, eigenlijk. Ja. Zou dat moeten gebeuren? Je had het al veel langer moeten doen. Niet dat dat belangrijk is, maar... En oh, ja. Zo, dat soort. Dat soort baas. Ja. Ja. Wel sympathiek. Een irritante. Nee, want het is toch fijner als iemand gewoon zegt... kun je even dit doen? Hoef je nu niet verveend? Je zit het zo tegen mij te doen. Zo... Nee, vind meer zijn aanpak beter. Nou ja, veel plezier ermee. Dank je. Ja. Het zijn twee aparte huizen. Ja. Er zit een deur, we kunnen bij elkaar binnen. Oh, er zit wel een deur? Ja. Zoals een mond aan een anus, zeg maar. Kan je gewoon... Jelle, wat ik me afvraag, laten voetballers soms windjes tijdens een match? Ik bedoel, omdat er zo vaak toch geïntimideerd wordt. Als intimidatie? Nee. Wat doen ze dan wel? Zo in balletjes knijpen? Of, In elkaar balletjes knijpen? Of... Ja, maar ja, er gebeurt toch van alles? Zijn toch geen misdienaars?